Goedemorgen, jongens en meisjes. Vandaag gaan we praten over de lente. In dit programma hoort een werkvel. Ligt het al klaar? Wat is er in de lente nou anders dan in andere tijden van het jaar? Het belangrijkste in de lente is dat de dagen heel snel langer worden en de nachten snel korter worden. Dat betekent dat de zon steeds meer kan schijnen. Dat betekent dat de aarde lekker warm wordt en dat de planten weer gaan groeien. Dat betekent dat de lucht lekker warm wordt en dat we het mooie weer weer tegemoet gaan. En dat kan je ook aan mensen en dieren en zo merken? Ja, het hele leven, dat wordt weer fleurig. De mensen die trekken vaak hun zomerkleren al aan. Je ziet dat de vogeltjes gaan nestelen, de bladeren komen aan de bomen. Meestal vinden de mensen dat het te lang duurt, want het is eigenlijk pas in begin mei. En dan kan het al een hele poos mooi weer geweest zijn en dan is het nog steeds allemaal kaal buiten. Maar, hoe moet ik dat zeggen, het belangrijkste verschil in de lente, in het begin van de lente, en dat valt volgens de kalender op 23 maart, dan kan het nog wel eens heel erg koud zijn. Dat is dan, zeg maar aan het eind van de winter. En er is ook een bekend spreekwoord en dat zegt, maart roert zijn staart. En daar bedoelen we mee dat het in maart wel eens een keer lekker zonnig en warm kan zijn, maar dan aan het eind van de maart, dus in de staart van de maand, gaat het weer ineens om. Dan komen er gemene harde winden, dan kan het stormen, dan kan het regenen en koud en guur zijn. En dan komt april. En ook in april hebben we al een heleboel keren gehad dat het zonnig weer is. En dan komt de thermometer al tot aan de 20 graden. En dan denkt iedereen, de zomer is in het land en de mensen doen hun zomerkleren aan. En dan zijn er al die aan hun zwembad denken. En dan zeggen we, op aprilletje, o zo zoet, geef nog wel eens een witte hoed. En dat betekent dat, ook al is het weer zo zoet, dat je bijna aan de zomer zou denken, ineens slaat het om. Dan kunnen de winden uit het noorden gaan waaien, de lucht trekt dicht, er komen buien en uit die buien kan het nog sneeuwen of hagelen. En dat is dan de witte hoed. En dan is april voorbij en dan komt mei en dan denkt iedereen, nou de mei, dat is de echte lentemaand. Dan is het mooi weer. Maar mei is vaak een koude maand. Mei maand is eigenlijk maar heel zelden een mooie maand. Meestal zijn de mensen ook erg teleurgesteld omdat mei nog zo koud blijft. En dan gaan we nog verder. En dan duurt de lente nog voort. En dan eind mei dan ineens vlamt het op. Dan kan het al wel 25 graden worden. Misschien zelfs al bijna 30 graden. En dan is het heerlijk warm. En dan in de zomermaand, dat is juni, daar ligt volgens de kalender ook nog een stuk van de lente. Want de lente loopt helemaal door tot 23 juni. Eigenlijk is dat dan al zomer. En ook juni, die kent nog één keer zo'n hele gemene kou-inval met noordenwinden. Vaak is het dan eind mei erg mooi weer geweest. En dan denkt iedereen, nou is alles voorbij. Geraniums naar buiten, alle planten in de tuin die anders last van de vorst hebben. Maar er is één groep mensen die weet dat het in begin juni nog eens heel koud kan worden. Zo 9 of 10 juni, dan komt er nog een paar keer noordenwind. En die mensen die daarop wachten, dat zijn de schapenscherers. Want op Texel, daar worden de schapen geschoren. En die schapen die mogen het niet hebben, want die hebben juist die warme vacht nodig om zich te beschermen tegen de kou. En die scherers die weten dat je in juni eerst nog moet wachten totdat die kou voorbij is. En dan gaat de wol er pas af. En dan is het al 15, 16 juni. En dan is de lente voorbij. En dan wordt het echt zomer. Dus de lente, dat is eigenlijk een jaargetijde waarin heel veel van de winter nog zit, maar ook al een beetje van de zomer. Zo kan je het inderdaad zeggen. De tegenstellingen zijn erg groot. Je kan het heel slecht hebben en je kan het heel goed hebben. En dat is heel typisch juist voor de lente. We zijn dus op een boerderij gaan kijken waar in de lente erg veel jonge dieren zijn. We zijn hier op een boerderij. Kunt u eens vertellen wat er voor u verandert op de boerderij als het lente wordt? Nou, veel jong vee wordt er geboren natuurlijk. Zoals lammetjes en biggetjes en ja, van alles wordt er geboren. En je krijgt natuurlijk zwalies van de nestlier en zo. Ja. Die nestlier op de boerderij? Ja, nestlier in deze schuur. Ja. In het hooi? Nee, gewoon aan de zolder. Dan bouwen ze een nest zo. En dan gaan ze zitten broeden. Dat doen ze 2 keer in de zomer. Ja. En welke jonge dieren zijn nu het eerst geboren? En wanneer was dat?
Nou, dat zijn de lammeren, die zijn geboren in maart. Begin maart tot het laatste maart worden de lammetjes geboren. Ja. Hoeveel hebt u er nu gekregen, bijgekregen? Van 14 schapen, 26 lammetjes, ja. Dat is een mooie koppel, hè? Ja. Ja. En ja, dan geregeld worden de kalfjes geboren, hè. Dat gebeurt nou haast iedere week, ja. En jonge biggetjes? Jonge biggetjes, die komen weer nou met de week of 6. Weet je nu hoe we een jong schaap noemen? Kijk even op je werkblad. Een jong schaap noemen we een... Ja, vul maar in. Lammetje of lam. En dan gaan we nu weer naar de boerderij. Veulentjes. Veulentjes hebben we niet. We hebben één keer met tractor. Oh, je hebt geen paarden meer. We hebben geen paarden meer. Nee. Kippen wel. Kippen wel een paar honderd, ja. Verder niet meer. En 60 stuks koeien. Dus de lente is echt de tijd voor jonge dieren om te komen dan. Hè? Want ik zie hier zelfs ook jonge hondjes nog. Ja, ja, jonge hondjes zijn er ook, ja. Ja. Drie jonge hondjes hebben. En een oude hond natuurlijk. Ja. Wanneer gaan de dieren nou bij u het weiland in? Die zijn 1 mei het weiland ingegaan, de koeien dan. Het is het jaar niet vroeg. Meest 25, 20 april. Dat is het jaar na Koninginnedag. Hè. Dus dat is ook echt iets wat met de lente verband houdt. Als het weer wat warmer wordt. Het zit helemaal in het weer, laten we zeggen. We hebben nou een schraal voorjaar, de hele maand april is erg droog geweest, dus weinig gegroeid. En nou is het met mei het land. Overtal veel grijs is er niet, maar ja, dat zal wel een keer komen, met de regen. Ja. Blijven ze nou s'nachts ook buiten? Ja, blijven s'nachts buiten, ja. Als ik die jonge lammetjes zie zo in het voorjaar, dan gaan die dan s'nachts ook weer naar binnen toe, want dat lijkt me soms nog wel erg koud. Ja, ja. Ja, de eerste poos van die lammetjes, de eerste 3 weken gaan ze regelmatig van naar binnen met de ouwe. Ja. En dan, nadat het mooier weer wordt, blijven ze buiten. Ja. Dus je moet in de lente ook altijd erg goed op het weer letten. Ja, en erg op de schapen letten met lammeren, hoor, dat dat allemaal goed verloopt. Ja. Ik ga ook s'nachts veel bed uit, hè. Iedere nacht als die schapen lammeren, dan ga ik iedere nacht het bed uit. En dan kijk ik of er een schaap landt, zo. Je wilt ze wel eens helpen. Ja. En nou ja, hij er naar kijkt en krijgt veel langere. En hij er niet naar kijkt, dan loopt het slecht af. Nee. Weet je ook de namen van de andere jonge dieren? Vul ze allemaal maar in. En veel succes! Luidende einde van deel 3 in de lente van een serie programma's over het weermeisjes en jongens.